Nou, wij zijn benaderd door het project Schitterend Almelo en ik was daar direct heel enthousiast over, want ik vind het heel belangrijk ook dat kinderen ervaren wat het is als ze zelf exposeren en nadenken over welke boodschap ze willen overbrengen vanuit kunst, met kunst als medium. Dus daar heb ik ook heel erg op gestuurd, dat ze hun eigen verhaal in relatie met Schitterend Almelo, baken van hoop en licht in tijden. Nou ja, de bedoeling was na corona, maar we zitten er helaas nog in. Ja, want het zal voor die kinderen natuurlijk geweldig zijn om hun eigen werk terug te zien voor het gemeentehuis van Almelo. Ja, ja, ik denk dat ze daar super trots op zijn. En ik ben ook wel heel trots op de kinderen dat, dat wij hier toch maar mogen exposeren en hun werk hier te zien is voor iedereen in Almelo en iedereen die hier komt. En hoe lang zijn jullie met dit project bezig geweest met de kinderen? Nou, we zijn eigenlijk vrij snel na de zomervakantie gestart met een workshop. En dat was, toen kwam Sibiel in de klas. Toen hebben we een soort experiment gedaan met aluminiumfolie en heeft Sibiel ook uit eigen werk verteld. En dat was eigenlijk het startpunt van het hele project. En de weken daarna, tot en met begin december, hebben we doorgewerkt aan dit project. Ik dacht dat het eerder zou beginnen. Ja. En een van de dingen die heel erg leuk was, was een stukje over wat zou je wel niet allemaal met aluminiumfolie kunnen doen. En nou, zie hier het resultaat. Ja, het ziet er prachtig uit. Ja. En zo te zien zat er ook nog veel creatief talent tussen. Er zit altijd veel creatief. Er zit in alle mensen veel creatieve tijd. Als je durft om ernaar te kijken en zelf je los te laten, dan gaat het helemaal lukken. We hebben wel drie kunstwerken gemaakt, althans heel veel kunstwerken. En die zijn in drie torentjes geplaatst, in drie bakentjes van hoop, zoals jullie hier zien. En de leerlingen hebben er zo'n 5 uren aan gewerkt, 5 lesuren ongeveer. Ja, want ik zie ook een variatie van materiaal wat ze gebruikt hebben. Kunt u een beetje vertellen wat we zien? Ja, nou ja, wij hebben meteen gedacht aan een cirkel, aan een ronde vorm. En daar hadden wij nog materiaal van in de berging liggen. Dat waren allemaal kartonnen rondjes. En we hebben eigenlijk de leerling nogal vrijgelaten in hoe ze dit gingen bewerken. Ze mochten eigenlijk van alles gaan doen. Enerzijds hebben we gedacht aan een iris en anderzijds aan wat die iris dan ziet. Dus die iris ben je eigenlijk zelf. En anderzijds, wat ziet die iris dan? Dus wat maakt jou schitterend? En dit is natuurlijk wel fantastisch om voor de leerlingen dat ze dit kunnen zien zo in het openbaar voor het gemeentehuis. Ja, zeker. Ik hoop ook echt dat ze allemaal komen kijken en dat ze hun eigen werken zien. Want er zijn 3 brugklassen die daar dus aan gewerkt hebben. Dus in totaal wel heel veel leerlingen. We hebben helaas niet alle werkjes in de torentjes kunnen plaatsen, maar wel een aantal, een fix aantal inderdaad. Dus, en de rest wordt geëxposeerd op school, dus dat is iedereen heeft eigenlijk een beetje een podium gekregen.